Welkom bij Gouwe Stad Magazine. Als eerst wil ik u namens alle medewerkers van Gouwe Stad TV een gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, het is bijna een traditie dat Gouwe Stad TV films uitzendt in de eerste uitzendweek van het nieuwe jaar van de Goudse filmclub Toverlint. Dit jaar heeft Toverlint 6 kortere films geselecteerd die in het afgelopen seizoen zijn gepresenteerd. De club in Gouda biedt vrije tijdsbesteding en dagopvang aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook worden er tal van cursussen gegeven, onder andere creatief spel en werken aan een voorstelling. Dat is Theater Quats. Een van de voorstellingen was Asterix en Obelix, die werd gespeeld in Theater Concordia in Haastrecht. Hoe zo'n voorstelling tot stand komt, kunt u nu zien in een film van Ben van Eyck. Van harte welkom allemaal bij het nieuwe seizoen van Quats 2014-2015. Voor sommigen is het al de 9e keer dat ze meedoen. Zo! Dat is snel zo! Jet en Eva. En groot feest volgend jaar. Eerste keer voor Meerte. Ja. De eerste keer voor Meerte. Nou, welkom. Van harte welkom. Dankjewel. Stagiaire. Ja. Je hebt vorig jaar de voorstelling gezien, toch? Ja, dat klopt. Ik was heel enthousiast. Dus ik dacht, nou, ik wil dit jaar ook meedoen. Dus hier ben ik. Leuk. Nou, jullie hebben allemaal een stuk gekregen wat voor iedereen bekend is. Het is duidelijk dat maandagavonden van 7 tot 9 zijn voor de deelnemers. Wij komen allemaal een half uurtje eerder. Een lekker koffie drinken met elkaar. Daarna een warming-up. En oefenen aan het stuk wat nog niet duidelijk is, wat we gaan spelen. Dat horen we straks. Spannend! Nou, ik wilde heel graag Pluk van de Petflat spelen. Heb ik al eerder gehad? Ja. Ja. De rollen en misschien wat meer jeu. Ja, die is dus niet geworden. Nee. Maar welke is het dan wel geworden? Welke is het dan wel geworden? Het is een biljet geworden. Is het Asterix en Obelix? Asterix en Obelix, ja. Gaan we doen. Ja. Wist jij het al? Ja, dus het is echt... Kom voor jou. Dat het weer een heel gezellig seizoen wordt. Ja, hoop gezelligheid in ieder geval weer. En ook weer lekker gaan werken naar een volle zaal straks. Ja. Ja? Maar dat duurt nog een hele tijd hoor. Ja. Ja. Eerst nog een hele tijd gewoon lekker veel plezier hebben. Straks komt er een rondje voorstellen. Dat ga ik allemaal niet doen. Het ging er even om dat de boel officieel nu geopend is. Nou, dit is hem hoor. Dat ik al mee doe. Zo! Ik ben Lisette, doe het voor de derde keer. Yeah! Ik ben Bram. Goed zo! Ik ben Bram. En ik ben Elsbeth. En ik doe voor de tweede keer mee. En jij? Voor de derde keer. Yeah. Wij beginnen eigenlijk altijd hetzelfde bij Quats en dat is met een warming-up. Yeah. Dus als jullie allemaal willen komen staan. Yeah.
wie je bent en hoe lang je dit al doet. Ja. Oh. Ik ben nu dus Camille. Jong Gelderberg, Gelderberg en op de Vergo. En met de slipper en de temper. Je zit al jaren op kwads. Yeah! Zo uit zitten pluizen. Ja. Dat je al die vezels los hebt. Deens, strootouw. Sorry. Dat wordt een baard. En dan hebben we ook nog. Dus dat allemaal los is, kunnen we het nog even een beetje modelleren. Want zo is het gewoon gek. Maar het wordt wel wat. Dit wordt een Romeinenbaard. Die is van Nederland, strootouw. Zwijnsoep. Zwijnsoep? Nou, dat is heerlijk. Ja, het ruikt, wij ruiken het al, maar... Oh, nou, iets zegt, ja. Ja. Nou, iets zegt. Lekker, lekker. Maar waar hebben we dat dan verdiend, Dorschouw? Omdat jullie gewonnen hebben. Gewonnen hebben. Ja, daarom doe ik het liefst ook eigenlijk gewoon helemaal uit mijn hoofd, maar dat gaat toch niet helemaal werken. Maar... Hij moet terug naar die stond en dan meer gedraaid omdat ik die inkijk niet heb. Of we die ketel dus voor het doek zetten of erachter. Niks. Ja, hè? Wow. Ja, dat is fijn. Dat is ook wel zo. Leuk. En Dorpsvrouw? Ja, vertel ze maar. Ik wil jullie uitnodigen op onze feest. Oh. Op een feest! Oh. En wat voor een feest! Wat een feestje! Ja, een overwinningsfeest natuurlijk! Oh. Een overwinningsfeestje! Natuurlijk wat eten! Ja. Even zwijnen! Ja,
Ja, dat is wel een dingetje, dat everzwijn. Oh. Dat moeten ze nog even halen. Ja, gaan we wel even halen. We moeten een beetje opfrissen, maar we kunnen best even een everzwijn halen. Ja, oppo. En oppo. Komt er nog wel wat drinken? Bier! Ja, lekker bier! Wow. Bier! Ja, ik hoor het al, geen tijd te verliezen. We gaan gauw even. We gaan gauw even. Ja? Heel goed. Ja. Want dorpshoofd, dat bier heeft u zelf gebrouwen, toch? Ja. Ja, hè? Ja, dat kon je ook wel een beetje zien, hè? Ik proef dat. Ja. Nou, zullen we maar weer even gaan dan? Ja? Ja? Gaan we nog alvast even voorproeven, toch? Ja. Hè? Zo is het. Dan de film Schilderij. Op een reis naar San Francisco zag de maker dit tafereel op straat. Oh, okay. Beste, help me. Okay. Financer, huh? $10 on the ground, $10. The live ones he's doing, $15. But for beautiful ladies, $9.99. Thank you.
Vlakbij Rosmalen vind je een kamelenboerderij. De enige in Nederland, zelfs over de hele wereld, vind je geen tweede kamelenboerderij waar melk gewonnen wordt. Camelus bacterianus, de huiskameel, kan 6 liter melk per dag leveren. Een verslag van het dagelijks leven tussen deze grote dieren. Wat weten wij van kamelen? Wat is nou een kameel en wat is een dromedaris? Dromedarissen komen uit een andere regio van de wereld dan de kameel, maar het zijn genetisch dezelfde dieren. Je hebt kameelachtigen met 1 bult en met 2 bulten. Wist u ook dat de dieren een genetische aanpassing hebben ondergaan, waardoor zij tot 25% lichaamsgewicht kunnen verliezen? Bij alle andere zoogdieren is dat maximaal 15%. En wist u dat om uitdroging te voorkomen de dieren tot 100 liter water in hun maag kunnen opnemen? Kamelen zijn 2,5 meter hoog en wegen tussen de 350 en 650 kilo. Ze hebben bewegelijke pluklippen en een gebit dat goed is aangepast aan het eten van harde, droge grassen. In veel landen worden ook dromedarische kameel genoemd. Denk maar eens aan een pakje Camel. Maar 1 of 2 bulten? De functie is hetzelfde, een vetreserve voor moeilijke tijden. Niet ver van Den Bosch vandaan, in Berlicum, aan de westkant, staat de enige kamelenmelkerij die we in Europa rijk zijn. Kamelenmelkerij Smits. Het gaat bij Smits om de winning van de kamelenmelk. Wie is nu de man die dit bedacht heeft? Een kamelenmelkerij beginnen en wel als eerste in Europa. In 2006 ben ik begonnen met het houden van die kamelen. Ik had een onderzoek gelezen van de Wereldvoedselorganisatie, de FAO, en daarin stond dat kamelenmelk hier goed is voor mensen met suikerziekte, voor mensen met maag- en darmklachten. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel wat kamelenmelk. En toen heb ik een scriptie geschreven over de afzetmogelijkheden van die kamelenmelk. En halverwege mijn scriptie dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon beginnen. En zo zijn we begonnen met 3 kamelen naast mijn studentenflatje. Toen heb ik een boerderij gehuurd in Kromvoort. En daar was ik uitgegroeid naar de 40 dieren. Nou, wij moesten uitbreiden, we moesten er meer ruimte hebben. Op die locatie was dat niet mogelijk en daarom heb ik het bedrijf hier gekocht. En zo zijn we doorgegroeid van die 3 dieren naar 40 dieren en nu hebben we op het moment 87 kamelen hier op de boerderij rondlopen. Hoi, ik ben Linda en ik geef hier rondleidingen. En ik werk er ook door de week nog eens een keer ook als zijnde secretaresse. Ik doe de telefoon beantwoorden, ik beantwoord alle mails. En doe ook de financiële boekhouding. Maar het voornaamste natuurlijk altijd die rondleidingen. Maar ik zie natuurlijk heel erg veel mensen ontvang. Vooral grote groepen die hier door de week komen, zoals busbedrijven. We geven dus rondleidingen zoals excursies en safaris, maar ook heel veel kinderfeestjes. En we zijn dus ook rolstoelvriendelijk, dus iedereen kan hier ook echt langskomen. De kamelen hebben een rustig leventje hier. Deze intelligente dieren voelen zich het best bij rust en regelmaat en dat komt de productie van de melk ten goede. 'S Morgens worden ze groep na groep naar buiten gelaten. Wij zijn een kamelenmelkerij begonnen voornamelijk omdat kamelenmelk namelijk heel erg gezond is. Er is nog geen enkele kamelenmelkerij in heel Europa, behalve wij. En kamelenmelk is zo gezond omdat er namelijk een insulineachtig eiwit in zit. En vanwege dat insulineachtig eiwit zijn mensen die bijvoorbeeld diabetespatiënt zijn, die hebben dus echt baat bij het drinken van kamelenmelk. Omdat ze op die manier dus hun insuline binnenkrijgen zonder iets vervelends hoeven te doen. Zoals een spuit hoeven te zetten of insuline hoeven te slikken. Kamelenmelk is nog meer gezond omdat het weerstand verhogend is. Er zit namelijk heel veel vitamines in en mineralen. En ook een hele hoge voedingswaarde heeft het. Kamelenmelk heeft namelijk ook goed voor mensen die een koemelk eiwitallergie hebben. Namelijk dat eiwit zit namelijk niet in kamelenmelk. Zit nou ook niet in onze eigen borstvoeding, dus van de mens. En op die manier is ook kamelenmelk van alle melk in de wereld die dicht bij onze eigen moedermelk staat. Dus mensen met een koemelk eiwitallergie kunnen dus ook heel erg goed kamelenmelk drinken.
Het succes van kamelenmelken hangt voornamelijk af van het welzijn van onze dieren. En dan moet je eigenlijk echt bedenken dat kamelen heel erg intelligente dieren zijn. Een blije kameel geeft gewoon echt veel meer melk. En je moet ook heel erg lief zijn voor de kamelen. Namelijk een hele lieve kameel, die is ook heel erg lief voor jou. Maar, als je nou een keer iets heel erg gemeens doet tegen een kameel, misschien is het per ongeluk of wat dan ook, dan krijg je dat echt wel een keertje terug. Kamelen die kunnen namelijk ook echt alle vier de kanten optrappen en gericht. En ze kunnen ook heel goed bijten natuurlijk, want ze hebben natuurlijk ook gewoon die tanden. Maar ze kunnen ook spugen net als een lama. Ze zullen het niet zo heel gauw doen en wat ze dan spugen is voornamelijk maagzuur. Alleen ze doen het wel. Ik heb het nog nooit meegemaakt gelukkig, maar het gebeurt wel. En ze zijn ook heel erg nieuwsgierig zoals je ziet, want ze zitten hier overal achter mij te vervelen. Blijf er nou eens vanaf, stelt hij me. De groepen dieren van verschillende leeftijden hebben ieder een eigen plek in de stal of weide. En dat heeft natuurlijk een reden. Dit zijn al onze puberdieren aan deze kant van de stal. En de puberdieren die heten zo omdat ze namelijk nog niet vruchtbaar zijn. Een kameel die is namelijk vanaf 4 jaar pas vruchtbaar. Ze zijn ongeveer 13 maanden drachtig. Dus dat betekent dat ze met hun 5e jaar pas een eerste kalf gaan krijgen. Deze staan dus echt te wachten totdat ze vruchtbaar zijn. Ze zijn ongeveer tussen 2 en 3 jaar oud. Er zitten wel wat leeftijdsverschillen in. En zodra ze oud genoeg aan zijn, mogen ze oversteken naar Drommels. En Drommels staat aan die kant. Die heeft nou op dit moment 4 merries bij hem staan. En het is inderdaad zijn taak om hun drachtig te maken. Onze Drommels dus. Een hengst van ruim 7 jaar en heeft vanaf het begin van het bedrijf zijn kwaliteit al bewezen. Zijn collega Harry, die er nog maar pas is, doet ook zijn best. Harry komt van Gran Canaria, net als de allereerste dieren van de kudde. Kamelen kunnen tot ongeveer 50 jaar oud worden en zijn na ongeveer 4 jaar geslachtsrijp. Overdag zijn de dieren buiten. De hengsten Drommels en Harry worden vergezeld door geslachtsrijpe vrouwtjes. De pubers en de kalveren en daarnaast de moeders die voor de melk zorgen, lopen apart. Wanneer Drommels in de wei naast de pubers aankomt, voelt hij zich zeker welkom. De moeders staan naast de plek waar de kalveren staan, zodat er altijd contact kan zijn, zonder dat de kalveren de melkproductie alvast consumeren. Als de tijd weer om is, gaat het volkje weer naar de stallen. Moeders met goed gevulde uiers en voor ieder veel hooi en rust. Nou, jullie zijn hier in de eerste en de enigste kamelenmelkmachine van heel de wereld. Hier worden de kamelen machinaal gemolken. Het melken van de kameel is helemaal niet zo makkelijk zoals het lijkt. Het is een beetje vergelijkbaar met het melken van een paard. Tijdens het melken staan de moeders die staan achter mij te wachten. En die moeders komen naar een van deze 4 boksen. En haar kalf komt erbij. Haar eigen kalf gaat drinken. Die steekt haar hoofd door het hek heen. En die komt bij de uien en die gaat eerst bij die moeder drinken. Daardoor komt die melkgift op gang. Zodra die melkgift op gang komt, halen we het kalf aan de kant en dan kunnen we gaan melken. Nou, de melken, dat gebeurt met deze machines. Het lijkt een beetje op een machine van een koe. Die hangen we zo onder het uien en die doet eigenlijk hetzelfde wat het kalf doet. Dus we proberen dat zo goed mogelijk op het kalf na te bootsen, want hoe beter het gaat, hoe beter die kameel melk geeft. Een kameel is een heel vriendelijk en lief dier, maar wel een stressgevoelig dier. Dus tijdens het melken moet er altijd rust zijn. Als je het vergelijkt met de koe is dat de tepelbekers, de gaten zijn wat groter. De kameel heeft wat dikkere spenen. En de snelheid waarmee hij knijpt is wat langzamer. En het vacuüm is wat lager. Dus hij knijpt en hij zuigt niet zo hard als bij een koe. Daarnaast geeft die kameel ook niet zoveel melk. Die geeft ongeveer 6 liter melk per dag en een koe 35 liter. Dus dat scheelt natuurlijk nogal en dan geeft die kameel dus maar 2 keer 3 liter melk per dag.
Na het melken mogen de kalveren nog even een poosje bij hun moeder zijn. Een van de meest rustgevende momenten van de dag. Nederlandse kamelenmelk smaakt ongeveer hetzelfde als koemelk. Sommige mensen vinden dat kamelenmelk wat zouter en pittiger smaakt dan koemelk. Koeien en kamelen eten voor het grootste deel gras. Het gras voornamelijk bepaalt de smaak van de melk en de kamelen zorgen voor de goede eigenschappen van de melk. Nou, waarom die kamelenmelk nou zo goed is, kun je onder andere lezen uit alle onderzoeken die gedaan zijn. Heel veel onderzoeken zijn er omtrent kamelen gedaan in het Midden-Oosten. Over bijvoorbeeld mensen met suikerziekte die kamelenmelk heel goed kunnen verdragen. Mensen met koe-eiwitallergie. Mensen met suikerziekte bijvoorbeeld, als die kamelenmelk drinken, hoeven significant minder insuline te spuiten. In Nederland wordt er ook een onderzoek gedaan. Dat wordt gedaan in de Universiteit Wageningen met ziekenhuizen in Ede. Hier in Den Bosch wordt een onderzoek gedaan. Ziekenhuis in Den Bosch voor mensen met koe-eiwitallergie. En maag- en darmklachten. We proberen het dus echt allemaal goed wetenschappelijk te onderbouwen. Dus niet dat het alleen maar op het gevoel is van het is lekker en we hebben het gevoel dat we er beter van worden. Maar echt dat er een wetenschappelijk onderzoek onder zit. Dat is soms heel lastig, want ja, wetenschappelijk onderzoek kost heel veel tijd. Maar ik denk dat het wel de enigste en de beste manier is om je product goed te profileren. Nou, je ziet hier de kamelenmelkpoeder. Deze kamelenmelkpoeder die verkopen wij voornamelijk wereldwijd. Witte poeder uit Holland is nog wel eens lastig om de grens over te krijgen. Maar goed, als je de papieren voor elkaar hebt, dan lukt dat wel. En dan kunnen we die producten binnen een week in heel de wereld krijgen bij de klanten. Nou, van de poeder worden ook capsules gemaakt. Een beetje de ondersteuning van het, voor de maag en de darm. We hebben ook een leuk product, een lekker productje is de kamelenmelklikeur. De kamelenmelklikeur lijkt wat op Bailey, maar met een eigen karakter. Leuk voor cadeautjes, die kleine zeepjes, maar voor de mensen die een kameel mee naar huis willen nemen, kan dat ook. Er zijn jonge hengsten te koop voor 2.500 euro, maar er zijn ook goedkopere kamelen en die kosten maar 7,5 euro. Het melken van kamelen in Nederland en Europa is nieuw. Kamelenmelkerij Smits heeft innovatie hoog in het vaandel. Zo blijven ze nieuwe producten ontwikkelen van kamelenmelk, maar ook voor de bezoekers vindt men steeds nieuwe activiteiten. Een nieuwe agrarische bedrijfstak, met initiatief en durf opgezet door een jonge ondernemer, Frank Smits. De kamelenmelkerij Smits te Berlikum. Dan de film Zandsculpturen. De maker van deze film bezocht het Zandsculpturenfestival in Garderen. En hij had toevallig zijn iPhone op zak. Geld, ander money, maar wij zeggen poen, poen.
poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn met je allemaal met poenken. Mijn beste wensen, waar blijft de tijd? Lust jij ook in abroeltje abroe? Wat is het rotjoch nou weer van plan? Dick gaat op de ezel rijden. Nou, hij gaat echt afvallen. Nou, ik mag hopen dat hij zijn nek breekt. Schiepertje, waar het schiepertje? Onze schiepert met zijn ingedrukte mond. Haha, weer op die jong. Jij kan winnen, die staat zo. Jij zou nu even pitten. Goed gedaan, Sietse. Hielke, aangenaam. Ik ben Sietse. Hi, Pippi, lang, kous, tolle, riet, tolle, reet, tolle, hop, sta, sta. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wie is toch die grote bruine bier? Dat is Harry Bekelman. In die geel geruite jas. In het retourtje Mannheim ziet u een impressie van de reis met een binnenvaartschip van Rotterdam naar Mannheim. Dit soort transporten vinden dagelijks plaats. Scheepvaart is al sinds mensenheugenis onlosmakelijk verbonden met Nederland en heeft economisch gezien een heel belangrijke functie. Dagelijks worden er in de Nederlandse zeehavens duizenden tonnen goederen overgeslagen. Rotterdam neemt daarvan het grootste gedeelte voor zijn rekening. Het merendeel van de overslag bestaat uit containers en bulkgoederen. De 25 miljoen ton kolen die jaarlijks in Nederland wordt aangevoerd, gaat hoofdzakelijk per binnenvaartschip naar Duitsland. Het grootste deel van het transport in Europa is in handen van een paar grote internationale bevrachters. Redus, een van die bevrachters, heeft het koppelverband de Charisma onder contract staan. Verreweg de meeste schepen passeren de Nederlands-Duitse grens bij Lobith. Het winkelcentrum, zo'n 100 meter verwijderd van het bunkerstation, is een korte stop waard om nog wat verse waar aan boord te halen. Daarna wordt er continu doorgevaren naar Mannheim en lossen de drie stuurlieden elkaar regelmatig af. Op het traject Rotterdam-Duisburg wordt jaarlijks ruim 200 miljoen ton goederen vervoerd. Op dit stuk van de Rijn kom je veel duwboten tegen, meestal met vier duwbakken. De 270 meter lange zesbakscombinatie zie je alleen bij een hoge waterstand van de rivier. Naast de bunkerstations aan de vaste wal vind je ook de bunkerschepen die op de rivieren al varen, dus zonder tijdsverlies, de schepen voorzien van water, brandstof en andere olieproducten. De schepen worden voor het tanken door een kabel geaard, dit ter voorkoming van opbouw van statische lading die brand en ontploffing bij het overpompen van de brandstof kan veroorzaken. Ik zie het hier niet. Sinds de opening van het Main-Donau-kanaal in 1992 varen er steeds meer binnenvaartschepen uit de Donaulanden in het Rijngebied.
Meestal is de bestemming Rotterdam, waar ze lading halen en of brengen. Vooral op de Benedenrijn zijn aanvankelijk de Poolse en later de Tsjechische schepen een vertrouwd gezicht geworden. Een stalen schip vraagt veel onderhoud. De twee matrozen, afkomstig uit Roemenië, zijn hoofdzakelijk overdag bezig met het regelmatig controleren en onderhouden van alle motoren. Vooral bij het vervoer van kolen is het schoonmaken van het dek, met name na het laden en lossen, een flinke klus. Bij droog weer is er gelegenheid om schilderwerk te verrichten. Door de lage waterstand van de Rijn kan de Charisma op deze reis maar 3000 ton meenemen in plaats van de 6000 ton die maximaal geladen kan worden. In het Duitse stroomgebied zijn 31 meetstations gebouwd die de hoogte van het water in de rivier meten, de zogenaamde pegels. De belangrijkste pegels voor de binnenvaart zijn die van Duisburg voor de Benedenrijn en Kaup voor de Bovenrijn. Naast de actuele waterstand is de te verwachte waterverhoging, bijvoorbeeld door regenval in het stroomgebied, ook belangrijk om te weten. Op grond van die gegevens bepaalt de schipper hoeveel hij kan laden, om op de ondiepste plekken van de rivier nog verantwoord te kunnen varen. Elke ton extra geladen is meer inkomsten, maar vastlopen betekent een aanzienlijk verlies. De Rijn, die zich van Bonn tot aan Koblenz door het hooggebergte heen slingert, is op veel plaatsen smal en bochtig. Er zijn diverse bouwwerken aangelegd om de vele verkeersstromen, die zich door het nauwe rivierdal heen persen, van elkaar te scheiden. Op de spoorlijnen aan beide zijden van de rivier laat het intensieve treinverkeer zich zeer regelmatig horen. Het Rijndal is dan ook de grootste vervoersader van Duitsland. De Charisma, een koppelverband met een lengte van 172 meter, bestaat uit twee schepen. Een motorschip met een lengte van 92,5 meter en daaraan gekoppeld met vier dikke staalkabels de duwbak met een lengte van 79,5 meter en een breedte van 11,5 meter. Twee motoren van elk 1400 pk zorgen voor een gemiddelde snelheid stroomopwaarts van 10 km en stroomafwaarts zo'n 17 km per uur. In Koblenz, aan de Deutsche Ecke, waar de Moezel in de Rijn stroomt, staat groots het standbeeld van keizer Wilhelm. De Charisma kan met zijn lengte de Moezel tot Metz in Luxemburg bevaren. De Moezel is voorzien van stuwen en sluizen, waardoor hij iets minder gevoelig is voor de grillige waterstandverschillen van een regenrivier. Het Rijndal, tussen de oude Romeinse stad Koblenz en de steden Bingen en Rüdesheim, werd in 2002 opgenomen op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO. Altijd al inspireerde dit deel van de Rijn schilders, dichters en muzici. Het nauwe Rijndal, met aan de langs smalle oevers liggende lieflijke dorpen en met zijn wijnranken beplante hellingen, kent in heel Europa zijn gelijke niet. Buitengewoon is ook het aantal burchten, kastelen en vestingen. Ongeveer 40 van dergelijke complexen tussen Koblenz en Bingen getuigen van het strategisch belang dat de Rijn in de geschiedenis heeft gehad. Het is niet verwonderlijk dat dit deel van de Rijn geliefd is bij toeristen en een reis per boot voor velen een onvergetelijke ervaring is. Dat geldt in het bijzonder ook voor mij als maker van deze film.
De energiecentrale in Mannheim is gebouwd in 1921. Als onderdeel van de modernisering wordt er nu gebouwd aan de meest moderne en efficiënte kolengestookte centrale in de wereld die in 2015 in bedrijf moet gaan. De nieuwste technologie en warmtekrachtkoppeling zorgen voor een bijzonder milieuvriendelijke en zuinige energievoorziening. Dit betekent dat de nieuwe centrale minder kolen gaat gebruiken om toch dezelfde hoeveelheid elektriciteit en stadsverwarming te leveren als de twee huidige kolengestookte centrales. Door deze nieuwbouw van 1,2 miljard euro wordt de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigde stoffen aanzienlijk verminderd. De bak van de kraan kan in één keer 25 ton kolen uit het ruim halen en tegelijkertijd wegen. Het grootste deel van de kolen is snel gelost, maar voor de laatste tonnen is men verhoudingsgewijs wat meer tijd kwijt. Maar al met al is de lading in 4 uur gelost. Met de bak langs zij is de Charisma op weg naar een containerterminal 5 kilometer stroomafwaarts en is er overleg met Contargo wanneer er geladen kan worden. Het laadplan is door de schipper met een van zijn collega's uitgewerkt. Contargo containerterminal in Ludwigshaven vormt een belangrijke verbindingsschakel voor het containervervoer tussen de zeehavens in het noorden en in het westen en de containers die via het Main-Donau-kanaal van en naar het oosten van Europa gaan. De Charisma zal hier vandaag voor de retourreis containers laden.
containers, die in grootte en gewicht verschillen, worden zodanig over de Karisma verdeeld dat het schip voor en in het midden even diep komt te liggen. Het achterste gedeelte van het motorschip bij de schroeven wordt wat minder diep gelegd. Dit doet men om bij de ondiepe delen van de rivier nog voldoende water onder de kiel te houden voor de voortstuwing. Door de huidige lage waterstand kunnen de containers maar 2 hoog worden gestapeld. De bak van de Karisma kan zelfstandig varen en heeft een schroef voor en één aan de achterkant van de bak. Door middel van een bedieningsunit kan de schipper de bak in de juiste positie brengen om het te koppelen aan het motorschip. De binnenvaart maakt gebruik van de toch al aanwezige vaarwegen, waardoor vervoer over water de minste invloed heeft op de leefomgeving. Bovendien geeft de binnenvaart relatief weinig geluidsoverlast. Schepen nemen nu eenmaal veel meer goederen in één keer mee en door een laag energieverbruik zijn er 2 voordelen. Minder uitstoot van het broeikasgas, CO2, en minder verbruik van diesel. Per ton kilometer stoten schepen zelfs 3 tot 6 maal minder CO2 uit dan bijvoorbeeld vrachtwagens. Ondanks deze goede prestatie doet de binnenvaart er alles aan om nog schoner te worden, want er is altijd winst te behalen. En tot slot de film Bommel. Bommel komt in het gezin waar hij de rest van zijn leven zal slijten. Er valt veel te ontdekken voor een jong katertje van het ras Britten Kitten tijdens zijn eerste levensjaar.
Tot zover deze speciale uitzending van Gouden Stad Magazine. U zag 6 korte films van de makers van de Goudse filmclub Toverlint. Volgende week zijn we er weer met een reguliere uitzending van Gouden Stad Magazine. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.